Wat is uw favoriete kledingstuk? Mijn afritsbroek. Want die is voor alle korte broek als de zon schijnt. En als het wat kouder is, dan rits je meer aan. Dus de afritsbroek. Harenbroeken. En waarom? Ze zitten lekker. Altijd aan? Altijd. Ik heb 10 jaar geleden voor het laatst een spijkerbroek gedragen. En ik vraag me af waarom dat de norm is geworden. Want dit zit veel lekkerder. Maar gewoon standaard. T-shirtje, broek, trui. Gewoon eenvoudig? Ja. De spijkerbroek. En waarom? Omdat hij altijd goed staat. En ik heb hem niet eens aan vandaag, maar de spijkerbroek is mijn favoriet. Mijn favoriete kledingstuk is een kooltrui. En waarom? Nou, dat kan ik u laten zien. Als u maar een zuigschoen hebt, dan kun je die mooi verstoppen onder een kooltrui. Dus als je een gezellige avond hebt gehad, dan kun je een kooltrui aantrekken en dan heb je weer wat meer privacy. Pet, maar ik heb er geen op. En waarom is uw pet een favoriete kledingstuk? Ja, extra touch of zo. Maakt het wat bijzonderder. Dan onderscheid je. Wat draag je het liefste? Batman? Batman? Ja. Ik heb bijna alles in het zwart. En de sjaal? Nou, dat is favoriete club, dus dat is dan nog wat anders, hè? Dus dat is go ahead. Oeh, toch een spijkerbroek, denk ik. Is wel heel makkelijk. Kun je van alles mee. Kan netjes, kan casual. Ja. En dan nog in een bepaalde kleur? Ja, lichtblauw. Toch wel, ja. Ja, een trui. En waarom? Ja, lekker warm, vooral in de winter. Dat is wel mijn go-to item. Ik denk jurkjes, ja. En waarom? Nou, het is eigenlijk gewoon heel makkelijk, soort van. Als die past, dan ben je gewoon in één keer klaar. Ja, dus daarom is dat mijn favoriete kledingstuk. Wat ik nu aan heb eigenlijk, dat is gewoon een spijkerbroek en een blouse. Een spijkerbroek en een broek? Spijkerbroek en een blouse. Ja, een beetje jeans. En waarom? Zit lekker. En uw hoed? Die hoed, dat is gewoon net als die, modebewust. Of modebewust, ja, een beetje dunne huid en dan een beetje voorzichtig wezen. Ik heb geen favoriet, alles past me en alles gaat goed. Ik ben niet zo kritisch. Ik ben niet zo kritisch, nee hoor. Kiest u het zelf uit of uw vrouw? Half om half. Het moet met zin en anders niet. Maar eigenlijk de smaak van uw vrouw? Ja. En daar kunt u mee leven? Ik hou overal mee. Ik denk mijn schoenen. En waarom jouw schoenen? Ik hou van witte schoenen. Dat komt op neer. Heb je verschillende witte schoenen of één paar? Ik heb 5 paar verschillende witte schoenen. En het verschil tussen wit en wit is? Je hebt gebroken wit, je hebt ivoorwit. Nee, ik heb geen idee. het is meer het model wat net dan anders is. Nou, mijn favoriete kledingstuk is mijn onderbroek. Want als ik die niet aan heb, dan ja, dat hoef ik niet aan iedereen te laten zien, vind ik. Dank u wel. Ja. Heel beschaafd. Ja, hè. Hey, maar ik ben beschaafd, hoor. Nou, daar moet ik over nadenken. Ik zou het zo niet weten. Nee. Ik heb geen favoriete kledingstuk. Alles is goed? Alles is goed. Ook uw pet? Ook mijn pet. U heeft er meerdere? Ja, ja. Ik kon kiezen tussen een pet en een toepet. Dus ik heb maar voor een pet gekozen.